Max, je hebt jezelf gemute. Potvern, dat was toch wel een domme zet. Ik wilde mijn video uitzetten. Eva, jij bent coördinator oefenen bij het programma Aan de Slag. Leo van der Vlist is aangesloten als projectleider DSO werkplaatsen bij de VNG. En Mirelle van der Velde is aangesloten als product owner bij Geonoven. Alle een belangrijke rol bij het organiseren en begeleiden van werkplaatsen. We gaan erover een kort inleidend gesprek houden. Eva, zou jij jezelf eens kort kunnen introduceren om te starten? Zeker, Max. Volgens mij heb je het al gezegd. Mijn naam is Eva Teneel en ik werk als coördinator oefenen met het programma Aan de Slag met de Omgevingswet. En een van de onderdelen van die implementatieondersteuning bij het programma zijn dus de werkplaatsen. En inmiddels zijn er best wat werkplaatsen afgerond en lopen er ook nog best een aantal werkplaatsen. En vandaag willen we de deelnemers aan deze sessie laten zien wat er is gedaan in deze werkplaatsen. En vooral dus welke tips en tricks je zelf kunt gebruiken. En waar je op kan letten, zodat je zelf ook kunt oefenen en goed kunt voorbereiden. De werkplaatsen van het programma Aan de Slag zijn in beginsel interbestuurlijk en gericht op het oefenen in de keten. Hè, dus samen met je samenwerkingspartners in je eigen regio aan de slag. En Leo, volgens mij, de VNG biedt ook werkplaatsen aan, vooral voor gemeenten en omgevingsdiensten. Misschien kun jij daar wat over vertellen? Zeker, graag. Ik ben Leo van der Vlist. Ik ben onderdeel van het programma Implementatie Omgevingswet vanuit de VNG. En daarbinnen ben ik dan de coördinator voor de door VNG ondersteunde werkplaatsen. Werkplaats DSO, waar straks ook over verder verteld wordt, is er daar een van. En daarnaast hebben we de werkplaats Omgevingsplan en de VTA-werkplaatsen. Voor de werkplaats van de DSO-keten ben ik projectleider. Dat is natuurlijk altijd de vraag van wanneer is zo'n werkplaats nou interessant? Gemeenten die bereiden zich voor op de inwerkingstreding van de Omgevingswet. En een belangrijk onderdeel daarvan is oefenen. Om goed te kunnen oefenen is het nodig dat je die hele keten van plan tot publicatie daadwerkelijk ook technisch functioneert. Gemeenten die hun software hebben aangeschaft en aangesloten, die willen natuurlijk met die keten op een eenvoudig niveau kunnen starten met het oefenen. Zodat ze zijn voorbereid op ook het oefenen met de hele proces. Daarmee worden verrassingen uitgesloten en wordt noodzakelijke ervaring in het werk met dat DSO opgedaan. De werkplaats DSO-keten geeft de gemeente dan een aanpak en handvat om dat concreet te oefenen. Zodra dus de gemeente die software heeft aangesloten op het DSO, kan het uitvoeren van een werkplaats enorm helpen om snel de volgende stappen te zetten. De gemeente Rotterdam is een voorbeeld van en die zal straks zeker in de eerste ronde gaan vertellen hoe dat voor hen gewerkt heeft en overigens nog steeds werkt. Dank ook, Leo. Eva, volgens mij hebben we al even kort stilgestaan met wat we bij deze workshop willen bereiken. Mirella, dan is het woord even aan jou. Zou jij jezelf kort kunnen introduceren? Zeker. Mijn naam is Mirella van der Velde. Ik ben product owner bij Geonoven. Geonoven is de club die de theepotgedeelte van de stop theepotstandaard ontwikkeld. De toepassingsprofielen op de stopstandaarden, dus op de omgevingsdocumenten, hoe je daar uiteindelijk in een standaard manier dingen kunt aanleveren. En vanuit daar faciliteren wij een aantal werkplaatsen. Dat doen we al een aantal jaren. Zit vaak best een beetje aan de voorkant, zou ik maar zeggen, van dat het allemaal al werkt in de keten, of dat jullie er misschien mee aan het oefenen zijn. Dus wat we op het moment hebben lopen, zijn werkplaatsen op het gebied van programma, om te kijken hoe het programma dan werkt uiteindelijk in die keten, hoe je dat soort dingen erin zet. We hebben een werkplaats lopen rondom de omgevingsvisie, die loopt echt wel best wel een tijd, waar we gewoon allerlei dingen aan het onderzoeken zijn van hoe werkt het nou als je eigenlijk kaartmateriaal liever als echt kaartmateriaal in je visie wil hebben, in plaats van die mooie plaatjes, zeg maar, die jullie allemaal kennen vanuit de visie. Daar komt straks ook een sessie over, wat we daaruit geleerd hebben en aan het leren zijn. We hebben een werkplaats die loopt nog en die is voor een groot deel al geweest. Die gaat over wat wij de derde tranche noemen. Dat zijn de omgevingsdocumenten, instructie, reactieve interventie en voorbereidingsbesluit. Ook daar een sessie over later vandaag in het programma.
Dus dat zijn allemaal ook instrumenten die vaak door softwareleveranciers nog helemaal niet eens ondersteund worden tegen de tijd dat wij eraan gaan beginnen. En wij hebben een manier waarop je dan toch kunt oefenen, toch kunt kijken hoe dat soort dingen uitwerkt in de viewer, hoe je dingen kunt structureren, hoe je logisch kunt omgaan met de instrumenten die je nodig hebt, zeg maar. En daarnaast lopen wij nog een werkplaats die gaat over geo-optimalisatie, dus die gaat over hoe bied je nou het handigst je geometrieën aan? Hoe groepeer je die of niet? Of hoe beheer je die uiteindelijk? Er is een handreiking geweest vanuit het kadaster. Hoe ga je daarmee om? Past dat bij hoe je werkt als bevoegd gezag? Dus dat is de laatste belangrijke om te noemen, denk ik. Dus het is echt het beproeven van de instrumenten en vaak een beetje... Het zijn vaak in het bestuurlijk, maar dat is op zich wat Eva zegt. Dat is bij ons niet per se het doel, maar het doel is wel om te zorgen dat we... zo'n instrument gaan beproeven met vaak een beetje vooruitlopend op wat de keten of wat het land aan het doen is, zeg maar. Dus, dankjewel. Ik zeg altijd, wij breien XML, zeg ik altijd, maar ik weet niet of ik daar heel populair voor ben. Dank Mirella voor deze introductie. Er komt straks ook nog een subgroep die je begeleidt, waar we straks de pitches hebben. Dus er is nog meer van Mirella. Van Mirella, wow. In deze ochtend. Even kijken, Eva, een van de doelstellingen bij deze dag is anderen inspireren om zelf aan de slag te gaan. En hoe heb je voor ogen dat we dat gaan doen met deze workshop? Ja, kijk, er is een uitspraak van een of andere onbekende voetballer, dacht ik. En die is als volgt. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Onbekende voetballer, maar wel een wijze voetballer. En het klopt ook, hè, als het gaat om de omgevingswet en het DSO. Je moet het echt even uitproberen en uitvogelen om het door te krijgen hoe het werkt. Hè, en vooral met dat DSO en de techniek. Maar ook hoe ga je nou van de juridische regels, Mirella zei het net al, naar zeg maar, het zichtbaar krijgen in die viewer, in het omgevingsloket, bij regels op de kaart. Hè? Dat is echt wel even een kunstje. En dat moet je gewoon oefenen. Nu heb je de tijd daarvoor. We hebben een speciale oefenomgeving van het digitale stelsel omgevingswet, de zogenaamde pre-omgeving. Daar kun je nu bijvoorbeeld zonder rechtsgevolg nog op oefenen. Straks kan dat niet meer. Hè? Dus alle foutjes, alle knelpunten, alle lastigheden, die kun je nu er nog uithalen. Daar kan je nu nog mee knutselen. En straks kan dat niet meer. Dus het is echt van belang om nu te beginnen met oefenen, om zo stapsgewijs richting die 1 juli volgend jaar te komen. Dus heel belangrijk om nu gewoon al in een werkplaats bijvoorbeeld, maar dat kan natuurlijk ook buiten een werkplaats, gewoon zelf aan de slag te gaan met je collega's uit je organisatie, maar ook met je partners in de regio. Ga het proberen, ga eens ervaren hoe dat werkt. En nou ja, straks laten we de deelnemers ook zien hoe anderen dat hebben gedaan. Nou, en hopelijk inspireert dat. Dank Eva voor je helder antwoord. En ook Leo en Mirella voor jullie introductie. Wat mij betreft laten we hiermee de introductie achter ons en gaan we meteen door naar deel 2 van de 6 subgroeprondes. Of 6 subgroepen verdeeld over 2 rondes, moet ik zeggen. En u als deelnemer kan allemaal zelf kiezen naar welke subgroep u toe gaat. En om een goede keuze te kunnen laten maken, pitcht elke subgroepleider de werkgroep die hij of zij begeleidt. We gaan in de komende minuten luisteren naar 3 korte pitches. En daarna leg ik uit hoe jullie naar de subgroep kunnen gaan die jullie het meest aanspreekt of die jullie, voor jullie het meest relevant is. Dus dat komt straks. Eerst gaan we door naar 3 korte pitches. Ik zal even noemen van welke die zijn. De eerste pitch zal zijn van HLT Samen door Nathalie van Hattem. De tweede van Geonovum. Door Mirella. En de derde zal van gemeente Rotterdam zijn, verzorgd door Rob van der Meijden. Nathalie, ben je er klaar voor om zo van start te gaan met je pitch? Ja. Ik ga je groot in beeld brengen voor iedereen. En ik zeg, ga je gang. Dat groot in beeld brengen had je achterwege mogen laten. Bedankt, Max. De workshop die wij zo meteen geven, en ik spreek over wij, dat zijn Nicolette van Biemen en mijzelf.
En wij gaan het hebben over het proces van de toepasbare regels binnen onze organisatie. Wij werken voor HLT samen. Dat is een werkorganisatie van 3 gemeentes, Hillegom, Disse en Teylingen. En wij zijn eigenlijk 2 jaar geleden al gestart met het proces van de toepasbare regels. We gingen op een mooie regenachtige donderdag volgens mij naar Utrecht toe. En wij kregen daar een introductiecursus op de toepasbare regels. En na afloop dachten wij wel zelf, nu snappen wij het. Wij hadden aan de hand van een voorbeeld van het kopen van een telefoon geleerd, hoe maak je toepasbare regels? En vervolgens gingen wij terug naar huis. En wij organiseerden een grote sessie waar alle disciplines samen zaten, want dat leek ons nuttig. En vervolgens ontstond er een kippenhok, omdat juristen het een zeiden, de uitvoering zei dat, handhaving dacht nog iets anders. En vervolgens zeiden wij van, ja, maar welke boom gaan wij hier nu op maken? En waar we jullie in mee willen nemen is zeg maar het hele proces wat wij gelopen hebben. Vanaf de start met die grote sessie, met het proces waar we nu staan, wat gaan wij op 1 juli 2022 opleveren, maar ook de doorkijk. Want op 1 juli eindigt het natuurlijk niet. We hebben topactiviteiten vastgesteld. Daar maken we de vraagbomen voor. Maar we moeten ook kijken, hoe gaan we een en ander beheren? En hoe gaan we het proces inrichten? En hoe ga je het laten aanhaken bij je omgevingsplan? En dan hebben wij het voordeel dat Nicolette vanuit de informatiseringskant kijkt en ik vanuit de ruimtelijke ordening, want ik ben zeg maar intern verantwoordelijk voor het omgevingsplan. Maar ja, toepasbare regels en omgevingsplan is eigenlijk 1. Dus daar gaan we jullie in meenemen als je wil. Dus komt allen, zou ik zeggen. Nou, Nathalie, hartelijk dank voor deze wervende pitch. Als u meer wil weten over het onderwerp toepasbare regels en de aanpak van HLT samen erin, kies straks voor de werkgroep van HLT Samen. We gaan in de vliegende vaart door naar de volgende pitch. Die is van Mirella van der Velde. Ik ga haar groot in beeld brengen. Mirella, daar ben je van GeNovum. Ga je gang. En ik hoop dat jullie mijn scherm nu zien, want die heb ik ook gedeeld. Dus ja, die is groot in beeld. Heel goed. Ik wil jullie heel graag straks meenemen in de werkplaats derde trans die we hebben gevoerd. En dan ga ik het vooral hebben over het voorbereidingsbesluit. We hebben dat best met een hele grote groep mensen gedaan, een hele grote groep bevoegde zaken. Er zaten provincies bij, er zaten gemeenten bij, er zaten rijkspartijen bij, dus een aantal ministeries, ProRail zat daarbij. Dus het was best een hele grote groep met bevoegde zaken die eens gingen kijken, wat is dat nou zo'n voorbereidingsbesluit en hoe gaan we dat nou gebruiken in de nabije toekomst. Eigenlijk, ja, het voorbereidingsbesluit, als jullie niet weten wat een voorbereidingsbesluit is, dat is prima. Ook dat, daar zal je een hoop achter komen tijdens wat we gaan vertellen straks. Dus denk je dat het nog eventjes duurt voordat je iets met een voorbereidingsbesluit gaat doen? Kom dan even langs, want dan kan ik je overtuigen van het tegendeel. Denk je dat je nu ook beschermingsregels stelt en dat dus straks ook zo kunt doen? Kom dan ook even langs, want dat is niet helemaal zoals het is. Heb je geen idee wat een voorbereidingsbesluit is? Kom langs, ga ik het je uitleggen. Heb je altijd al willen weten hoe een meervoudig tijdelijk regelingdeel werkt? Dat kan. Ik weet niet hoeveel mensen van jullie daar toe behoren. Maar als dat zo is, kom langs. Want dan ga ik jullie dat ook uitleggen. Heb je geen idee wat een meervoudig tijdelijk regelingdeel is? Vind ik ook prima. Ga ik ook uitleggen. Dus kom langs. Eigenlijk zijn dat allerlei soorten dingen die wij hebben geleerd tijdens die werkplaats van GeNovum over de derde trans. En daar ga ik jullie heel graag in meenemen. Dus kom langs is mijn boodschap. Dank Mirella voor deze zeker wervende pitch. Als je meer wil weten, dan kunnen we straks kiezen voor de werkgroep GeNovum. Die keuze heeft u zelf. Ondertussen krijg ik 1 vraag in de chat van Willy Grendel. Krijgen we na afloop een opname of terugkijkmogelijkheid? Het antwoord erop is ja. Deze sessie wordt opgenomen. Overigens, als u daar zich niet prettig bij voelt of anderszins mee oneens bent, laat het dan even weten nu in de chat of na afloop. Dan kijken we hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Ook de subgroepsessies zullen worden opgenomen en later beschikbaar worden gesteld. Neemt niet weg dat we meteen door willen naar de derde en voor nu laatste pitch. Die is van Rob van der Meijden, gemeente Rotterdam. Ik ga Rob groot in beeld brengen. Rob, ga je gang. Ja, goedemorgen collega's. Fijn dat jullie hier zijn. Mijn pitch gaat inderdaad over onze ervaring in de gemeente Rotterdam. Met werkplaatsen. Ik ben daar projectleider informatievoorziening DSO. We waren in 2020 waren we nog erg aan het zoeken hoe zo'n werkplaats te organiseren of hoe het oefenen aan zich te organiseren.
Op eigen kracht kwamen we niet zo van wal, leek het. Toen hebben we een opstapje kunnen gebruiken via VNG. Een werkplaatscoach heeft enorm goed gewerkt. We zijn nu aan onze 6e, 7e werkplaats toe. En met een heel enthousiast team en met hele interessante resultaten. En hoe je dat doet, of hoe wij dat hebben gedaan, dat vertel ik graag dadelijk in mijn praatje. Dank Rob voor deze derde en laatste pitch voor ronde 1. Omgevingsdienst Achterhoek, Annemieke Vos, ben je klaar voor om de presentatie te starten? Ja, helemaal goed. Ga ik jou groot in beeld brengen. Daar ga je. Ga je gang. Mooi, ik ga even mijn scherm delen. Ja, ik hoop dat jullie dit... Nee, nog een knopje. Zoom is altijd even wennen als je heel erg Teams gewend bent. Maar we gaan het hebben over het vooroverleg van het bouwen van een nieuwe stal. Ja, Achterhoek, hè. Daar hebben we heel veel agrariërs. Maar daar hebben we ook heel veel andere industrie. In deze stal staat eigenlijk symbool voor gewoon een bedrijf wat iets wil bouwen. Maar wat ook iets met milieu nodig heeft. En uiteindelijk hebben we in de werkplaats getest of onze samenwerkingsafspraken kloppen. Dat heb ik samen gedaan met mijn collega Sandra Vink. Ik ben Annemieke Vos. En doen we met een heel aantal gemeenten in onze regio. Voor alle 10 gemeentes. En nog een aantal samenwerkingspartners. En we hebben gewoon een hele praktische aanpak bedacht, vinden wij. En milieu zit bij de ODA. En de rest zit bij 10 gemeenten. En de vraag was eigenlijk, hoe gaan we nou samenwerken aan de komende aanvragen onder de Omgevingswet? Dus gewoon bouwaanvragen, milieuaanvragen. Wat als dat samen ingediend wordt? Wat moeten we dan regelen? Gewoon heel praktisch. Dus het gaat niet om initiatieven. Dus iemand wil iets op een maagdelijk terrein, iets starten wat nog niet is. Maar het gaat echt om de aanvragen waar we nu ook heel veel van krijgen dagelijks. Hoe gaan we dat in goede baan leiden? Ja, de werkgroep start in de regio, in de Achterhoek, met als doel maak werkafspraken voor de bulk van de aanvragen. Neem de andere ketenpartners ook mee. Veiligheidsregio, waterschap, provincie waar nodig. We hebben dus een herkenbaar praktijkvoorbeeld gekozen. Daardoor kon ook iedereen die meedeed dacht, oh ja, van, hey, dit heb ik wekelijks wel op mijn bordje liggen. Maar hoe ga ik dat dadelijk eigenlijk doen? We hebben het steeds iets complexer gemaakt. We beginnen met een simpele aanvraag en gaan steeds iets groter. We nemen jullie mee wat we dan geleerd hebben daarin. En hoe hebben die elke keer erbij gekregen, die personen? Wat betekent dat? Die meest complexe casus hebben we getest in de werkplaats voor de samenwerkingsfunctionaliteit. Want ja, we hebben dus werkafspraken gemaakt, maar zijn die dan, klopt dat wel met wat we hebben bedacht daarin? Of moeten we daar nog dingen in aanpassen in onze werkafspraken, omdat de samenwerkingsfunctionaliteit iets anders doet dan wij hebben bedacht? We hebben heel veel geleerd over proces, want het gesprek over de vergunningverlening en wat je waarden daarbij zijn, hoe je die aanvragen wil bedienen, maar ook die omwonenden, bleek eigenlijk ook net zo waardevol. We hebben dus geleerd in het DSO-traject, wat kan die samenwerkingsfunctionaliteit, wat kan die niet, komen we ook terug in onze sessie. En de gouden tip is, want het gevraagd, zet die ook in je pitches. Test elke tussenstap, want hoe klein ook, daar gaat het juist precies net mis, dat je denkt, dit wil ik regelen. Oh, dat kan niet. Oké, ik moet iets anders voor bedenken. Is niet erg dat het niet kan, moet je wel bedenken. Dus kom langs dadelijk en dan laten we jullie zien wat wij in ons proces hebben gedaan over samenwerken in de regio tussen verschillende partners, om gewoon dadelijk de bulk van onze aanvragen goed af te kunnen handelen onder de Omgevingswet. Dank Annemieke. Voor deze pitch. Nu doe je gewoon de pitch. Nou, dan breng ik jou even groot in beeld, Marinka. En dan haal ik Annemieke weer terug. Zou ik zeggen, ga je gang. Nou, goedemorgen beste mensen. Fijn dat jullie kijken. Mijn naam is Marinka Delacroix. En mijn collega's Mark Oosterbroek, Rob Vermeulen en ik zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de deelname van de gemeente Bunnik aan de werkplaats Omgevingsplan. Nou, het omgevingsplan, iedereen heeft ervan gehoord, maar hoe maak je zo'n plan nu? Er is heel veel informatie over te vinden op internet, maar het blijft een heels moeilijke klus. En daarom hebben wij besloten deel te nemen aan de werkplaats omgevingsplan. Nou, het omgevingsplan, zoals jullie alle natuurlijk weten, gaat over activiteiten in de fysieke leefomgeving. Dus niet alleen over bestemmingsplanregels, opgesteld met oog op een goede ruimtelijke ordening. Maar ook over milieuregels, geluid, geur, trillingen en over onderwerpen die in lokale verordeningen zijn geregeld. Inrit, uitrit, bomen kappen. Nou, en al die regels moeten op een goed leesbare, gestructureerde
en juridisch juiste manier landen in één omgevingsplan, één digitaal omgevingsplan. Nou, jullie voelen al een enorme ingewikkelde klus. En tegen die achtergrond, wat heeft die deelname, of wat doet die deelname aan de werkplaats omgevingsplan nu voor ons? Nou, de werkplaats heeft ons in staat gesteld om deze klus, om deze heel ingewikkelde klus, gestructureerd op te pakken. Ons over de drempel heen geholpen. En we maken ook echt vorderingen met onze opgave. En verder werken wij veel beter intern samen. De verschillende vakdisciplines, ruimtelijke ordening en de uitvoerende afdelingen. En we leren ontzettend veel en we krijgen er een ontzettend hoop positieve energie van. Dus wil je hier meer over horen? Kijk dan zo meteen naar onze verdiepende sessie. Bedankt voor je aandacht en tot zo. En voor de deelnemers die het niet mee hebben gekregen, de sessie van Marinka vind je onder de knop Gemeente Bunnik straks bij de subgroep. Dank Marinka. Dan hebben we nog één pitch en die zal van Tjeerd Wit zijn van Geonovum. Tjeerd, ik breng jou even groot in beeld. En je hebt je presentatie al gedeeld. Ga je gang. Ja, helemaal goed. Goedemorgen allemaal. Welkom. Ik ben net 5 minuten geleden klaar met de werkplaats van de omgevingsvisie die we vanochtend hebben gehad. Dus we hebben de nieuwste inzichten kunnen we met jullie delen. Ik zal het straks doen samen met Willeke Boeken van de gemeente Leiden. Mijn naam is zelf Tjeerd Wits. Ik ben van Geonovum en ik faciliteer eigenlijk de werkplaats. Hey, en wat gaan we nou straks doen in die verdiepingssessie? We hebben eigenlijk enkele voorbeelden van verschillende omgevingsvisie. Van zowel de provincie Utrecht, gemeente Leiden als van het ministerie van BSTK. Willeke die gaat haar ervaringen delen, zeg maar, de Leidse ervaringen, hoe de visie is opgesteld binnen Leiden. Daarna gaan we natuurlijk naar de lessons learned. Nou, die heb je net al van de andere deelnemers ook al gehoord. Die ga ik nu nog niet toelichten natuurlijk, want daarvoor moet je straks naar onze werkplaats sessie komen voor de verdiepingssessie. Maar wat is nou die omgevingsvisie eigenlijk? Het is een integrale langetermijnsvisie van een bestuursorgaan voor de hele fysieke leefomgeving en een grondgebied. Het is een verplicht instrument voor zowel de Rijk, de provincie en de gemeente. En wat hebben we nou gedaan tijdens die werkplaats? Is eigenlijk om de implementatie van de standaarden te ondersteunen, hebben we eigenlijk verschillende voorbeeldbestanden gemaakt. Voorbeeldbestanden voor zowel de gemeente Leiden, als de provincie Utrecht, als de NOVI voor BZK. En die gaan we straks hier laten zien. Dus hoe zit het nu op dit moment in de acceptatieomgeving? Hoe ziet dat eruit? En dan gaan we jullie de tips en tricks van meegeven. Dus ik zou zeggen, wees welkom. En dan krijgen jullie daar meer over te zien. Dus tot straks. Hier is. Laten we de tijd nuttig gebruiken, zou ik zeggen. Ik zal een Mentimeter instarten met één afrondende vraag. Als het goed is, is de Mentimeter nu bij iedereen in beeld. Ik zal hem ook even een link in de chat plakken. Voor de mensen die net terugkomen, welkom terug allemaal. We gaan van starten met een afrondende vraag. We hebben 1 vraag in Mentimeter voor jullie voorbereid. En op die vraag kunnen jullie met 3 woorden antwoorden. Pak een telefoon erbij of een browser en ga naar menti.com. Gebruik de code 12850827. En probeer in 3 woorden aan te geven waarmee jij aan de slag gaat in je eigen organisatie of keten. Ik zal het nog een keer herhalen voor de mensen die net binnenkomen. We hebben een afrondende vraag voor iedereen voorbereid. Daarin kom je door naar www.menti.com te gaan en de code 12850827 te gebruiken. En daar kun je in 3 woorden aangeven waarmee jij aan de slag gaat in je eigen organisatie. Je kan ook klikken op de link in de chat. Dan kom je er ook om te stemmen. Het is maar 1 vraag, 3 antwoordmogelijkheden. Ik zie de eerste stemmen al binnenkomen. Even ter ondertiteling Leo, Eva en Mirella. Ik ga jullie straks vragen er een woord uit te pikken en toe te lichten waarom dat woord voor jou interessant is, waarom je die er hebt uitgepikt. En dan gaan we door naar een afronding met Eva. De eerste 22 stemmen zijn binnen. We zijn met zo'n 130'en, dus we wachten nog even tot er wat meer reacties, moet ik eigenlijk zeggen, binnenkomen. Voordat we met Eva, Leo en Mirella, waarmee we de sessie geopend hebben, ook kort naar de antwoorden gaan kijken. Voor de mensen die nog niet gestemd hebben,
Dat kan via de link in de chat. Dan word je automatisch naar de juiste pagina geleid in Mentimeter. Of via... Toepasbare regels zijn wel hot, toch? Sorry? Toepasbare regels zijn wel hot. Ja, die zijn zeker hot. Omgevingsplan ook. Ja, ja, gaat de goede kant op. Het aantal stemmen dat binnenkomt loopt niet heel hard meer op. Even kijken. Oh, en toch komen er nog een aantal reacties binnen. We wachten toch nog heel even. Ja, Max, dit is natuurlijk wel duidelijk, hè? Toepasbare regels groot. Ja. En oefenen groot, omgevingsplan. En toepasbare regels is gewoon heel nieuw. Is een ingewikkeld iets. Moet je even doorkrijgen. Ik zei het ook al in de inleiding, hè? Daar moet je gewoon even mee aan de slag. Moet je mee knutselen, even uitvogelen hoe dat werkt. Dat is gewoon een handigheidje. En dat heb je niet zomaar in de vingers. Dat moet je gewoon een keer doen. Dus dat is echt een goeie om nu mee aan de slag te gaan. Dus hoe zet je nou je juridische regels om in die toepasbare regels, zodat ze gebruiksvriendelijk worden, zodat ze goed in dat loket komen voor gebruikers en voor initiatiefnemers. Dat is echt een kunstje. En leuk dat daar ook een sessie over was. En dan wil ik natuurlijk ook heel graag nog even reageren op oefenen. Dat is heel breed, heel belangrijk, heel urgent om nu te gaan doen. Weet je nou niet waar je moet beginnen? Want het is best veel, hè? Je kan met alles aan de slag. Maar er zijn een aantal belangrijke dingen waar je nu echt toch wel mee moet gaan oefenen, zou ik zeggen. We bieden ook een standaard werkplaats aan. Daarvoor kun je je aanmelden met je regio via de website. Dat is een basiswerkplaats die behandelt de hele beleidscyclus en de hele keten. En dan kom je op alle facetten van het stelsel. En leer je ook het digitale stelsel, het DSO, goed kennen. Dus dat is echt een aanrader voor mensen die nog geen casus hebben. Die nog niet weten waar ze moeten beginnen. Maar wel wat kennis al hebben. Hè? Want die basiskennis is toch wel belangrijk. Al wel wat verdiept hebben. Begin met die basiswerkplaats. Dat is echt een mooie om te doen. Dank Eva. Ik ben ook benieuwd van bijvoorbeeld Leo. Welk woord hij in deze woordenwolk ziet die voor hem uitspreekt en waarom. Leo, zou je een woord kunnen kiezen en toe kunnen lichten? Leo, ben je er nog? En zo niet, we gaan eerst dan even door naar Mirella. Mirella, als jij er nog bent, zou jij er een woord uit kunnen kiezen dat er voor jou uitspringt? Zeker. Ik vind het heel grappig dat iemand heeft gezegd, ik ga aan de slag met de lunch. Maar meerdere mensen zelfs. Maar wat ik ook erg leuk vind om te zien is dat een aantal van de dingen die wij ook in de sessies daartussendoor hebben geroepen. Want natuurlijk moeten we allemaal oefenen, moeten we aan de slag met het omgevingsplan. Super cool. Maar dat de lessen zijn doorgekomen over hoe belangrijk bijvoorbeeld annoteren is om te zorgen dat uiteindelijk burgers, bedrijven enzovoort dingen kunnen zien in die viewer waar ze wat aan hebben. Ik slaap heerlijk vannacht, dat is overgekomen, dus superleuk. Dus dat vooral. Goed om te horen, Mirella. Dank ook voor je reactie. Ik zie dat Leo in elk geval niet meer een toelichting kan doen. Dan gaan we door naar een afronding. Ik zal het schermdelen stoppen. En Eva, ik breng jou nog heel even groot in beeld. Eva, namens Leo en Mirella, neem jij dankwoord en afrondingen op je. Ik zou zeggen, ga je gang. Ja, kort Max, denk ik. Iedereen heeft volgens mij inderdaad zin in de lunch. Maar ik hoop dat iedereen een leuke sessie heeft gehad en interessante dingen heeft gehoord om zelf aan de slag te kunnen gaan en te kunnen oefenen. Maar daar kunnen we als programma natuurlijk ook bij ondersteunen. We bieden bijvoorbeeld sessies aan, klikdemo's voor beginners en gevorderden. Ook gericht op specifieke functies, dus specifiek voor een vergunningverlener, een beleidsmedewerker, noem maar op. Allemaal aan te melden via onze website. Dus verdiep je in de verschillende thema's, kom naar een sessie of meld je aan voor een werkplaats natuurlijk, hè? Zoals de andere deelnemers jullie hebben laten zien. We hebben dus die basiswerkplaats waar je ook voor kunt aanmelden of voor een eigen werkplaats. Kan allemaal via de website, dus weet je niet goed waar te beginnen, struin rond op de website.
Volgende week staan ook de opname en de presentaties van deze sessie online op de website bij de pagina over de werkplaatsen. Dus dan kun je dit allemaal terugkijken en teruglezen. Nou ja, en als laatste wil ik jullie gewoon allemaal heel hartelijk, mede namens Leo en Mirella, bedanken dat jullie erbij waren vanmorgen. En we hopen natuurlijk dat jullie aan de slag kunnen met oefenen. Heel veel succes in ieder geval. Daarmee zijn we tot het einde gekomen van deze workshop. Iedereen, hartelijk dank voor deelname. Als je nog iets wil zeggen, bijvoorbeeld bedankt, mag dat even door de microfoon. En ik sluit deze sessie om 12:00 af voor iedereen. Fijne dag allemaal. Ja, super bedankt. Dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik had nog een vraag gesteld met Freddy van der Blink. Ik heb helemaal niemand gehoord of gezien met een planning. Even kijken. Is er iemand die daarop een reactie kan geven? Eva, misschien ben jij de aangewezen persoon? Ja, een planning. Iedereen heeft denk ik een eigen planning ook. Hè? Dus dat kan verschillen. Maar we hebben natuurlijk een soort algemene planning. Zowel voor gemeenten, voor waterschappen, voor provincies. Dat noemen we eigenlijk de roadmap. Dat is een soort route naar inwerkingtreding en daarna hè, toe. En dat staat allemaal op de website. Misschien kan het linkje nog even in de chat gezet worden. Anders zoeken we dat nog even na. Maar daar kun je gewoon naar zoeken op de website. Daar zijn verschillende onderdelen voor. En dus ook waar je minimaal aan moet voldoen voor inwerkingtraining. Dus stapsgewijs waar je mee aan de slag kunt en misschien wel moet gaan. Ja, ik dacht dat ik hem alles gezien had. Maar ik had verwacht dat het in deze sessies ook naar voren zou komen van... voor je het in besluit hebt, ben je 3/4 jaar verder of zo. Precies. Die kwam ik niet tegen, dus ik had hem, helder in ieder geval. Dankjewel. Goeie tip wel, voor een volgende keer dank. Ja.